wij hebben ook zo masker van achter zwart, dat zie je niet. Ik ben hier. Okay. Marcelina, 7 jaar geleden ben je vanuit Polen naar Nederland gekomen. Ik ben inderdaad 7,5 jaar geleden naar Nederland gekomen. Ik ben hier gekomen om vakantie te vieren. En daarna heb ik wel heel snel werk gevonden. En daar ben ik wel eigenlijk aan de slag gegaan. Werk als wat? Ik was au pair met kinderen. Ik begon wel echt als beginner. Ik vond het ook fijn om even in te komen in een stel, want nooit heb ik daarvoor echt hip-hop gedaan. Daar heb ik echt eigenlijk wel geleerd hoe je hip-hop moet dansen. En na een paar maanden heeft Raoul gevraagd van, joh, wil je wel wat level hoger gaan? Ja. En toen vond ik wel eigenlijk heel fijn. Toen heb ik wel weer geprobeerd en toen lukt het me wel. Armen over elkaar. Hip-hop, is dat nou hetzelfde als breakdance? Voor mij is hip-hop iets rauwer, iets. Je toont je gevoel iets meer erin. En streetdance zijn meer rechte pasjes. En ja, hip-hop kan je vertalen in de rauwe dingen. Maar ook weer, je kan dingen op de lyrics pakken, op de tekst. Ja, dus streetdance is meer voor, laten we zeggen, beginnende mensen. Die echt gewoon in die richting willen dansen. Maar hip-hop is meer voor de, laten we zeggen, voor de echte mensen die echt verder erin willen gaan. Ja. Ik heb op jazz gezeten. Ik kom uit Polen. Daar heb ik ook eigenlijk heel veel gedanst. Van jazz, ballet tot steldansen. Uiteindelijk heb ik in Nederland ook... ik ben ook cheerleader geweest bij Edmos Amsterdam. Leuk. 2 jaartjes. Hier in Nederland? Ja, hier in Nederland. Daarna heb ik dus in een jaar een pauze gehad met dansen. En toen ben ik begonnen met hip-hop. Joe, ja. We got the gun. Aan de hand van de woorden weet je precies wanneer wat komt. Ja, klopt. Ik vind eigenlijk wel... eerst vond ik wel heel moeilijk dansen met lyrics. Maar nu gaat het wel heel goed. En ik heb ook geleerd om eerst muziek luisteren. Daarna eigenlijk wel bewegen. En daar met je gevoel gaan en dansen. Dat vind ik wel eigenlijk wel heel belangrijk. Dan kan je wel alles zonder je eigen woorden. Alles laten zien wat je gevoel geeft. Hoe lang ben jij met hip-hop bezig? Ik ben nu 26 jaar en toen ik 14 was begon ik eigenlijk een beetje met dansen. Van een streetdance leraar bij mij in de wijk in Maarsebroek. Ik voetbalde eigenlijk altijd en vroeger toen ik 14 jaar was dansen voor een jongen niet echt het ding. Dus eigenlijk heb ik daar kennis gemaakt met het dansen, met de streetdance. En ik vond het toch wel leuk. Dus toen op mijn 16e ben ik een eigen groep gestart. Genaamd Influence Crew met een paar jongens en meisjes. En we hebben een Nederlands kampioenschap gewonnen. En vanuit daar is het eigenlijk verder gegroeid. Hip-hop is ook een scene, hè? Vaak een levensstijl die mensen hebben. Zie je dat ook terug bij de mensen die bij jou les hebben? Er zijn mensen die het voor hun plezier doen, maar er zijn ook echt dansers ertussen die echt, laten we zeggen, dag in dag uit ermee bezig zijn. Die naar events gaan, die naar workshops gaan, die naar battles gaan. Dus ja, het is een beetje een combi. Let op, Joe! Wie! Is hip-hop populair in Utrecht? Ik denk dat het opkomend is. Ja, ik doe mijn best. Iedereen op de school doet het best om eigenlijk het woord te verspreiden. Daarom heb ik ook het event georganiseerd. Om te laten zien van hip-hop is hier ook. En we zijn ook van plan om onszelf te laten zien op de culturele dag van Utrecht. Wanneer is dat? Ik weet de precieze datum niet, maar het is in mei. En, culturele zondag. Ja. Wil je er nog heel lang mee doorgaan? Ook voor jezelf te dansen? Ja, ik vind het heel leuk om een show te doen of te performen en om les te geven. Maar als ik voel van mijn lichaam wil niet meer. Of
dingen beginnen te haperen. Dan moet je gewoon jezelf in de spiegel aan kunnen kijken en oké, het is genoeg geweest. Everybody knows that. Yo, we got the gun. I got that. Marcelina! Ik ben nu 26. Ja. En wanneer begint het een beetje dat je oud begint te worden voor de dans? Welke leeftijd is dat? Ik denk wel 30. Ja. Maar ik denk tot 35ste kan je wel nog gerust denk ik dansen. Nog als je lichaam en conditie goed is. En verder. Mannen kunnen wel wat langer dansen denk ik dan vrouwen. Ja. Want vrouwen denken dan wel ook aan kinderen en gezinnen en zo beginnen. En ja, dat zou ik wel willen na mijn 30ste. Dus, ja. Full of bass, got pills, got puns, and everybody knows that. So we got